De titel van mijn column is Groen. Vorige week hingen overal in stad en omlanden regenboogvlaggen om aandacht te vragen voor de dag van de Coming Out. Een prima initiatief. Alleen hoop ik echt dat die eendaagse aandacht voldoende is om de acceptatie van Coming Out te vergroten. Hoe meer regenbogen, hoe beter. Afgelopen week was het weer groen. As usual, wat de klok sloeg. Ik kon geen dag de krant lezen of de kleur groen was prominent aanwezig. Figuurlijk dan. Bent u de laatste dagen wel eens in het Goffertpark geweest? Wat een blubberzooi! Op een groot deel van het park is geen groen grassprietje meer te zien. Dat komt door de vele concerten van dit jaar met het foute Oktoberfeest als laatste evenement. Goed voor het festival Imago van Nijmegen. En goed voor de gemeentelijke kas. Want de gemeente beurt met al die concerten en festivals 150.000 euro aan huur. Mooi meegenomen. De 9.000 euro om er weer een groene grasmat van te maken zijn dan feitelijk een schijntje. Volgens de graszodespecialist is het allemaal niet zo moeilijk. Moet het weer wel een beetje meewerken, anders schiet het niet op. Die graszodespecialist. Las lacht zich stiekem een slag in de ronde. Volgend jaar wordt hij rond deze tijd opnieuw gebeld om een lading nieuwe graszoden aan te voeren. Hij houdt er nu al rekening mee met zijn planning. Nijmegen en gras. Een welhaast onmogelijke combinatie. Kijk maar naar de waalkade. Nog zo'n modderzooi na vierdaagse feesten en de kermis van vorige week. Hoezo lekker zitten in het gras. En kijken naar voorbijvarende boten. Een prachtige locatie voor de open Nijmeegse kampioenschappen zwientje tikken. Dat is het. Maar het meest opvallende groene artikel ging over het lege pand aan de Groene straat, waar Albertijn jarenlang heeft gezeten. Er is een nieuwe huurder, de Action. Goed gedaan van de verhurende makelaar! Leegstand moet je niet hebben op zo'n locatie. Maar wat dacht je wat? De woordvoerder van de wijkraad Hazekamp verklaarde in de krant liever een groene winkel te hebben, want dat past volgens hem beter in het groene karakter van de straat. Ik blijf me verbazen over deze wijkraad. Eerst een paar decennia lang de verhuizing van Albert Heijn tegenhouden, nu is het blauw van Appie Heijn verdwenen en hebben ze liever een groene winkel. Dit onder het motto nomen est omen. Ik ben niet afgestudeerd als detailhandelsdeskundige. Ik kan het dus fout hebben. Maar ik snap niet wat een sleutelspecialist, kapsalon postpakkettenpunt, perfectaria, fietsenwinkel en een Chinees restaurant bijdragen aan het groene karakter van de straat, omdat er toevallig ook slagerij De Groene Weg en Ecoplaza natuurvoeding gevestigd zijn. Kom op zeg. De gemeente gaat de blauwgeverfde winkel van de Action groen licht geven. Het zou de woordvoerder van de wijkraad sieren als hij op de dag van de feestelijke opening een groot boeket gaat brengen met een kaartje eraan. Welkom in de buurt. Bij de kerk staat een bloemenstalletje. Groen genoeg.